een klein experimentje. Ik zal uit de rolverdeling lezen. Thomas wordt gelezen door Ernst. Marco door Lester. Suzanne wordt gelezen door Linda. En Gijsje leest de regie. Ja. Veel plezier. Interieur kantoortuin. De kantoortuin wordt verlicht door TL-balken. We zien geen ramen. Thomas, 32, zit aan zijn bureau. Hij draagt een wit overhemd, donkerblauwe pantalon en suede desert boots. Het bureau is ingesloten door 3 schouderhoge wanden. Aan de linkerwand hangt een kledinghanger met zijn jasje. Aan de rechterwand hangt een A4'tje met iets dat lijkt op een afgekruiste kalender, maar met meer vakjes. Zijn bureaublad is geordend. Op de hoek staat een kleine plant en een waterflesje waar met zwarte stift plant op is geschreven. Thomas heeft een telefoongesprek via zijn headset. Ondertussen tikt hij gegevens in zijn computer. Absoluut. En met de geluidsopnames van dit gesprek hebben wij voldoende gegevens om de legging direct in te laten gaan. Hoef dus niet te wachten op het heen en weer sturen van ingewikkelde formulieren. Thomas pakt een groene stift uit het rijtje pennen en kruist een hokje aan op het A4'tje aan de wand. Zeker. Het bedrag wordt direct beschikbaar gemaakt. U ontvangt zo direct een e-mail met alle gegevens. Het vakje dat hij inkleurt vult precies een omlijnde rechthoek van aangekruiste vakjes. Hij viert het met een stilzwijgende fistpak. Uiteraard. Als u verder geen vragen meer hebt, dan hoop ik dat u naar tevredenheid dat ik u naar tevredenheid heb kunnen helpen. En rest mij verder niets dan u een fijne avond te wensen. Dat is fijn om te horen. Dank u wel. Fijne dag verder. Thomas kijkt naar de klok. Het is 6:30. Hij legt zijn headset in de la en logt zijn computer uit. Het logo van de bank verschijnt als screensaver. Hij staat op en legt zijn telefoon, huissleutels, keycard en portefeuille naast elkaar op zijn bureau. Pakt zijn tas, opent hem en zet hem op de stoel. Hij trekt zijn jasje aan en stopt de items in verschillende vakjes van de tas. Dan wel de zakken van het jasje. Hij sluit de tas en zijn jasje. Hij geeft de plant een beetje water uit het flesje. Dan pakt hij zijn tas van de stoel, laat zijn blik een keer over zijn bureau glijden om te controleren of hij iets vergeten is, draait zich om en loopt weg. Interieur hall met liften. Thomas loopt naar de dichtstbijzijnde liftdeur en houdt zijn keycard voor de laser om de lift op te roepen. Hij gaat met de keycard in zijn hand in het midden van de hal staan om te kunnen zien welke lift er als eerste aankomt. Zijn collega, Marco, 50, komt de ruimte inlopen. Hij is een kop groter dan Thomas. Zijn pak is vaalgrijs en al een tijdje uit de mode. Hij draagt een koffertje. Hey, Thomas. Ook een latertje vandaag? Ach, ik had toch al tijd te doden. En nu heb ik mooi mijn anti-target gehaald. Echt joh, nu al? Strijbertje. Als je dat doorgaat, zijn we hier zo kwijt hier. Er klinkt een digitaal belletje en boven een van de liften gaat een pijltje branden. Zit je straks opeens vanaf de bovenste verdieping op ons neer te kijken? De mannen lopen naar de lift terwijl de deuren. Marco maakt een buiging en gebaart op koninklijke wijze dat Thomas de lift in kan stappen. Na u, directoire. De liftdeuren sluiten. Interieur lift. De mannen nemen naast elkaar plaats met hun ruggen tegen de achterwand van de lift. Nou, mooi op tijd voor de wedstrijd vanavond. Voetjes op tafel, zo'n gele rakker erbij. Kom maar op. Oh, is er voetbal? Aha. Oh ja, jij bent natuurlijk helemaal niet van het voetbal. Nee, zeker niet. Maar je hebt tijd te doden. Ben je niet meer aan het daten met die blonde? Dingetje aan. Madelon? Nee, dat is niet echt iets geworden. Echt niet? Zonde, wat een stoot was dat hoor. En de rijke vader toch? Marco draait zijn gezicht naar Thomas. Je hebt toch niet al je foto's aan haar weggegooid, hè? Anders bewaar ik die wel voor je, hoor. Marco stoot hem aan met zijn elleboog en knipoog. Thomas glimlacht plichtmatig terug. De liftdeuren openen en de mannen lopen de lift uit de hal in. Interieur, lobby, avond. In de grote lobby van het kantoorgebouw kunnen we door de glazen buis zien dat het schemert. De mannen lopen in de richting van een grote draaideur die naar buiten leidt. Nu maar hopen dat de trein vandaag niet vroeg is. Maak er een mooie avond van, directoire. Jij ook, Marco.
Tot ziens. Ze lopen de draaideur in. Door de glazen pui zien we dat Marco links afgaat en Thomas rechts af. Exterieur, zuidras, avond, muziek. Belletjes uit het intro van Pure Imagination, Gene Wilder. Suzanne staat met haar rug tegen de gevel gedrukt, bijna tegen de gevel gedrukt. Ze heeft kort rood haar, draagt een gele poncho, een blauwe panty en sneakers met een bloemetjesprint. Ze heeft een felrode paraplu in haar hand. Het regent niet. Ze observeert de mensen die vanuit de gebouwen naar de tramhaltes lopen. Ze probeert de blikken te vangen van de mensen die haar passeren. Sommigen zien haar maar kijken. Sommigen zien haar maar kijken snel weer weg. Afgeschrikt door haar opvallende verschijning en vragende blik. Ze zet een vriendelijke glimlach op en stapt op een voorbijganger af. Sorry, mag ik u iets vragen? Oh nee, dank u. De voorbijganger loopt door zonder Suzanne aan te kijken. Suzanne stapt terug en zucht gefrustreerd. Ze pakt haar telefoon uit haar zak, hangt de paraplu aan haar onderarm en begint met haar getatoeëerde handen iets in te typen. Als ze tijdens het typen opkijkt, ziet ze iemand lopen die zijn blik niet zoals iedereen op de grond gericht heeft. Ze stopt haar telefoon weg en stapt met een vastberaden blik op hem af. Werk jij hier op de Zuidas? Ja. Thomas wijst achterom. Cool. Ik ben bezig met een klein experimentje. Heb jij even tijd? Thomas steekt automatisch zijn arm uit zijn mouw en draait zijn horloge richting zijn gezicht. Maar kijkt ondertussen naar Suzanne. Een experimentje? Spannend. Niks eng hoor, gewoon een paar vraagjes. Loop je mee? Ze lopen naar een koffietentje aan de overkant. Geen reclame of zo hoor. Thomas houdt de deur voor haar open. Interieur, koffietentje, avond. Het koffietentje heeft een zakelijke, net niet hippe Zuidas inrichting. Suzanne wijst een tweepersoons tafeltje langs de muur aan om te gaan zitten. Ze hangt haar poncho over de stoel. Ze draagt een hoogsluitend donkerblauw kokerrokje en een okergeel bloesje met pofmoutjes. Ik ga een cappuccinootje bestellen. Wat wil jij? Toma, cappuccino. Suzanne steekt plotseling haar hand uit naar Thomas. Suzanne, trouwens. Thomas pakt haar hand. Ze kijken elkaar in de ogen en vergeten allebei te schudden. Thomas, aangenaam. Suzanne wijst achterom naar de bar en loopt meteen haar vinger achterna. Thomas gaat zitten en zet zijn tas onder het tafeltje. Als Suzanne terugkomt, gaat ze tegenover hem zitten. Echt fijn dat je even tijd wil maken. Het zit namelijk zo. Ik ben bezig met een soort van experimentje. Suzanne staart even nadenkend naar het plafond. Thomas observeert haar. Weet je, jij zit vast ook wel op Facebook, toch? En laatst met het hele gedoe met Trump en zo, en Brexit, daar was ik echt verbaasd over. En iedereen op mijn Facebook eigenlijk ook. Dus ik ging een beetje nadenken over dat ik eigenlijk niet alleen maar mensen om me heen heb die hetzelfde over dingen denken als ik. Je weet wel, filterbubbel en zo. En ik weet eigenlijk niet of dat nou wel goed is. Dus daarom dacht ik een soort experimentje, ook wel een beetje spannend hoor. Maar dat ik dus eens een keertje met iemand zou moeten praten die echt uit een heel andere wereld komt. Vind je dat raar? Nee hoor. Wat cool! Nou, daarom ging ik dus hierheen. De Zuidas is voor mij echt zo'n plek waar ik nooit kom. En waar alleen mannen in pakken lopen, echt zo'n totaal andere wereld dan mij. De bediende zet een klein dienblaadje met de cappuccino's en twee glaasjes water op het tafeltje. Lekker, dank je. Thomas knikt naar de bediende. En eigenlijk zou ik wel eens willen weten wat die mannen in pakken bezielt. Hoe bedoel je? Nou ja, je leest de klanten collega's. Ze leggen in allerlei ingewikkelde leningen. Ze handelen in allerlei ingewikkelde leningen die ze helemaal niet snappen. Dus ze denken helemaal niet na over de gevolgen van hun acties. En als er dan een crisis is, dan worden ze gered met belastinggeld. Maar ze leggen geen verantwoording af. Er verandert eigenlijk helemaal niks. Ach, ik weet niet of iedereen hier in het pak rondloopt daar verantwoordelijk voor kan houden. Nee, oké. Maar ze doen ook niks om het beter te maken. Nou, dat weet ik niet. Bij de bank waar ik werk helpen we mensen die tijdelijk in een financieel slecht weer zitten om die periode goed door te komen. Echt? Dat is eigenlijk wel heel goed. Hoe helpen jullie ze dan? Thomas gaat achterover zitten en speelt met zijn kopje. Wij verstrekken ze een tijdelijk krediet. Ja. En ondertussen komen al die mensen in de problemen omdat ze hun afbetalingen niet kunnen doen. Een krediet werkt met de rente.
Niet met afbetaling. Wij worden aan alle kanten gecontroleerd, hoor. Thomas neemt dus op. Het is heus niet zo dat we allemaal in gouden bureaus zitten en onderling kruiwagens met geld verdelen. Je moet ook gewoon keihard werken om straks een leuk huisje te kunnen kopen en een gezinnetje te stichten. Nou, wat dat betreft ben je dus best wel een stereotype man in pak. Thomas kijkt Suzanne aan en lacht terug. Ja, als je het zo bekijkt wel, ja. Ik zou mijn leven nooit zo ver vooruit kunnen plannen. Hoe zie jij je toekomst dan? Suzanne pakt haar koffie met twee handen en neemt een slokje, terwijl ze dromerig langs Thomas heen kijkt. Thomas neemt de kans om haar te bestuderen. Ik zou de wereld rond willen reizen. Gewoon mijn spullen ergens neergooien. En als ik het daar zat ben, dan boel weer oppakken. Ergens anders op ontdekking gaan. Over stereotypen gesproken. Suzanne lacht en zet haar kopje voor zich neer. Inderdaad, zeg. Wat erg eigenlijk. Ik weet niet of dat erg is. Iedereen wil toch vrij zijn? Wat doe jij voor werk? Suzanne gaat rechtop zitten en houdt haar kopje met twee handen voor haar mond. Ik ben ondernemer. Ik ben opruimcoach. Ah, de Nederlandse, hoe heet ze ook alweer, Marie Kondo. Ja en nee. Ik help mensen met het opruimen van hun hoofd. Er zijn zoveel mensen die het gewoon heel zwaar hebben met wat ze allemaal op hun bord krijgen. En die wil ik helpen door dat zuin op te ruimen. Bart, hoe ruim je iemands hoofd op? Eigenlijk gewoon door hele gewone dingen op te ruimen. Een kledingkast, een bureau, een administratie, in kleine stapjes. En verdien je daar iets mee? In ieder geval niet genoeg om een villa te kopen. Suzanne ontwijkt Thomas' blik. Maar wel genoeg om je niet te betalen? Thomas kijkt daar vragend aan. Niet? Niet altijd. Hoe los je dat dan op? Ga je me nou zo'n krediet aan proberen te smeren? Bij mensen met geldproblemen is stress wegnemen een belangrijke stap naar een oplossing. Weet je dat? Ik geloof niet dat de druk van een lening mijn stress zal verminderen, denk je wel? Een lening is iets anders dan een krediet. Krediet? Allemaal hetzelfde, allemaal dezelfde ellende. Of je nou aflossingen betaalt of rente. Suzanne kijkt Thomas fel aan en haar ogen raken betraand. Hij kijkt hulpeloos terug. Ze pakt een servetje om ze voorzichtig droog te dekken, zonder haar make-up te beschadigen. Thomas legt even een hand op haar onderarm. Gaat het? Ja, kijk mij nou. Ik kan hier nooit eens een normaal gesprek voeren. Het is oké, hoor. Suzanne leunt achterover in haar stoel. Ze speelt met een servet. 2 jaar geleden werd ik overtallig verklaard. Te gek, dacht ik. Eindelijk de kans om mijn eigen bedrijfje te starten. En mijn oprotpremie, uitkering. Maar toen dat geld op was, had ik nog best wel een stukje opstartperiode over. Suzanne glimlacht schalks naar Thomas, haar glimlach terug. Toen heb ik een tijdje veel te hard gewerkt. Want als je eenmaal in de bijstand zit, kom je daar nooit meer uit. Uiteindelijk heb ik een lening afgesloten om de coaching goed op de rails te krijgen, zonder de hele tijd die druk van te weinig geld te voelen. Thomas weet te bedienen. Wil je nog wat drinken? Nee, dank je. Ik betaal hoor. Lief, maar het is niet nodig. Als de bediende bij hun tafel arriveert, blijft Thomas Suzanne recht aankijken. 2 cappuccino graag. Dan kijkt hij de bediende aan. Wat voor taart heb je vandaag? We hebben appeltaart, zelfgemaakte cheesecake en lemon meringue. Doe mij maar een lemon meringue. Thomas kijkt vragen naar Suzanne, die blijft hem verbaasd aankijken. Thomas wijst naar de bediende. Doe mij dan maar een cheesecake. De bediende loopt weg. Thomas lacht om Suzanne's onbeholpen gezicht. Een lening. Oh, ja. Ik kon een keer mijn internet niet betalen en toen begon het hele circus van incasso's bij me aan te kloppen. Incasso kosten omdat je je rekeningen niet kan betalen. Zie je de ironie? Maar eigenlijk wist je dus niet of je die lening wel kon betalen. En toch heb je hem afgesloten. Nee, natuurlijk niet. Ik dacht dat ik wel kon betalen. Ik snap gewoon niet dat banken en bedrijven hun ondernemersrisico niet accepteren. Maar ik snap het eigenlijk wel. Schulden zijn gewoon een bron van inkomsten geworden. Die bank van jou verdient meer aan mensen die hun rente niet kunnen betalen dan aan mensen die het wel netjes doen. Dat is toch bizar? Nee, ik geloof niet dat dat zo werkt. Tja, ik ben er
natuurlijk niet de enige die in een filterbubbel zit. Thomas trekt, wat weet jij er dan van, Marcia? Nou ja. Als je het niet erg vindt, dan ga ik er vandoor. Ik vind het echt heel cool van je dat je met me wilde praten. Misschien komen we elkaar nog wel eens tegen in een ander leven. Suzanne staat op en trekt haar jas aan. Ze pakt haar portemonnee. Thomas staat op. Nee, kom op. Ik betaal. Suzanne geeft Thomas spontaan een snelle knuffel. Hij schrikt er een beetje van. Voordat het tot hem doordringt, is Suzanne de deur al uit. Thomas blijft verbluft achter. Net voordat hij vertrekt, ziet hij Suzanne's paraplu. Hij kijkt even naar buiten of hij Suzanne nog ziet. Hij neemt de paraplu toch mee. Exterieur, straat, nacht. Muziek, de belletjes uit het intro van Pure Imagination, Gene Wilder. Een serie shots van wijk naar close. Thomas loopt over straat met zijn tas en de rode paraplu. Hij heeft geen haast om naar huis te gaan. Hij overdenkt het gesprek met Suzanne. Thomas loopt weg van de camera. Als hij langs een restaurant loopt, komen daar net twee oudere stellen de deur uit. Dikke grijze mannen in pak met geblondeerde vrouwen in gala jurken aan hun arm. De mannen lachen overdreven hard naar elkaar met een bekakt accent. Ze stappen in een Jaguar. Thomas observeert ze terwijl hij ze voorbij loopt. Muziek. Het eerste deel van het thema van Pure Imagination, Gene Wilder, gemixt met een beat. Als de auto weg is, draait hij zich om en loopt vastberaden terug richting de camera. Fade to black. Interieur hal met liften. Close-up van Thomas' hand die met zijn keycard de lift oproept. Fade to black. Exterieur voordeur van het bankgebouw. Nacht. Regen. Muziek, het tweede deel van het thema van Pure Imagination, Gene Wilder, gemixt met een beat. Thomas komt naar buiten met de plant onder zijn arm en zijn tas en Suzanne's paraplu in zijn hand. Hij kijkt links en rechts, alsof hij niet weet welke kant hij op moet. Hij opent de paraplu en ontdekt dat die, eenmaal uitgeklapt, de vorm van een hartje heeft. Hij kijkt er even twijfelend naar en lacht om zichzelf als hij met de opgestoken paraplu wegloopt. Thank you.